Yo iedereen, hey, welkom. Het is hier terug, Tom's Retro Corner, TRC underscore live. En vandaag zijn we terug met episode 3 van Pokémon Red. Ik heb al een beetje voorbereiding gedaan. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb mijn Pidgey getraind tot level 10. En we hebben een Pikachu gevangen. Shoutout to Brett, want Brett wou zo graag dat we een Pikachu vangden. Dus hier is onze Pikachu. Vandaag is hetgeen dat we gaan proberen tot Mount Moon te geraken. Dus we gaan zien hoe ver dat we erin slagen om daarin te geraken in onze tijd dat we hebben. Maar we moeten eerst een hele lijst aan trainers verslagen. Dus hier is de eerste. You looked at me, didn't you? Last send out Pidgey. Pidgey tegen Pidgey. Oké. Ja, als hij nog een Pidgey gaat pakken, gaan wij wel Pikachu pakken met Donderschok. Dat is misschien wel gemakkelijker, ja. Ja, we skippen een deel van het gevecht, omdat al die animations en zo zijn nu niet echt nodig. I met you in Viridian Forest. Ah, dat moet zo'n bugcatcher zijn, kerel, dan of zo. Ja. Carapé. Weedle. Nee, we gaan niet veranderen. We blijven gewoon bij. Pidgey level 12, nice. Pidgey learns Quick Attack. Quick Attack is een nice aanval. Caterpie, nee, we gaan niet switchen. Ik denk dat Gust nog steeds het best is. You beat me again. Oké, aan dit irritant ding, ja, kan ik niet aan doen. Wou ik net zeggen. In die oude games deed Pokémon dat als je potion waard of zo, dat je zo constant tikkeren hoort. En dat is enkel bij potion, dat is niet als je paralyzed zit of zo, nee, dat is echt enkel bij potion. Yo, hope to see you again, dat is zoiets verschrikkelijk om te zeggen in een Pokémon Center. Dat is zo precies van ja, ga maar dood. Maar goed, hier zijn we weer. I like shorts, they're easy and comfortable to wear. What the fuck? Oké. Cool kid, jongster. Ratata. Pidgey level 13. Nice. Ekans. ik weet het niet. Ik heb potions, dus ik ga die ook gebruiken. Als het moet. Are you a trainer? Let's fight! Bugcatcher wants to fight. Allee, dat is terug een met Weedles en Kakuna's en toestanden en zo. Gust. Kakuna, nee. Daarom is Pidgey nu wel handig met al die bug-Pokémon. Caterpie, nee. Gaan wij gewoon terug allemaal Gust voor gebruiken. En dat zal Metapod zijn. Yep, we gaan niet veranderen. We gaan gewoon Gust blijven spawnen. Totdat hij dood is. If I had new Pokémon, I would have won. Thanks for the cash. You're not wearing shorts. Ja, oké. Een Spearow. Dat is interessant. Hier had mijn Pikachu goed tegen geweest. Maar ik denk nog dat we het gaan halen van Spearow. Yep, Pidgey level 15. En dat is heel nice.
Ratata. Oh. Aha, Nidoran, dat is de Pokémon dat we moeten hebben, boys. We gaan even onze Pokémon verzetten. Canapé! Metapod, die doet ook alleen maar harden en shit en zo. Dat is verschrikkelijk, hè. Pikachu level 13, boys! Dat is nice, dat is nice, dat is nice. Defeated Bugcatcher. Dat is juist, die heeft een Jigglypuff als ik me een beetje herinner. Jigglypuff. Jiggy! Oh, meen je dat? Oh, dat sukt. Ik ben gewoon dood gaan tegen een Jigglypuff. Oh, meen je dat? My fucking hell. Dat was een verschrikkelijk gevecht. Is hier nog een trainer? Nee, dacht ik. Ik denk dat hier geen trainers meer zijn, dus dat is al nice. Dat is geen een trainer, dat weet ik. Hier zitten we bij een Pokémon Center. Welcome to our Pokémon Center. We need your Pokémon back to perfect health. Okay, we'll need your Pokémon. We gaan nu proberen een Nidoran te vangen. In dit gras zouden Nidorans moeten zitten. Als ik me een beetje herinner van vroeger. Misschien een beetje aspawn klikken, dat helpt. In. De Pidgey. Ik zeg het, ik skip het gevecht gewoon omdat anders duurt het te lang en ik wil ook gameplay laten zien, daarom. Een Spearow. Even voor de duidelijkheid, hier zit het toch niet door Renz, hè? Hoezo is dit er geen Nidorans? Is hij er nou mee aan het lachen of? Oké, we hebben dus blijkbaar onze Nidorans gemist. Dat is vrij zuur. Ja. Dan zal het doorgaan zijn zonder een Nidoran. En dat is wel echt zuur, want ik wou die Nidoran. Dag. Oké, iedereen, we zijn hier bij Mount Moon. Dus let's go. En deze cave is well known voor de Zubats. Die dat ik allemaal ga skippen, dus don't worry. Hier is al een item. Ik heb geen idee wat dat is, dus we gaan een keer kijken wat dat... Water Gun is een heel nice move, maar we kunnen dat eigenlijk aan niemand leren op het moment. Ik zeg, de Zubats ga ik gewoon skippen, want dat heeft echt geen nut. Er zijn te veel Zubats, zie, dat bedoel ik dus. Ah, die heeft ook bug Pokémon. Pikachu level 14, boys and girls. Dat is wel al super nice.
Takuna, ja, we gaan wel wisselen met PG, want dat zie ik nou niet echt zitten. You got me! Ik weet het, jammer, ik weet het. Zubat. Spijt me dat jullie dit moeten zien, maar ik kan niet anders. Clefairy, dat is een heel nice... Oh, nee. Ja, jongens. De Pidgey tegen een Jew doet, dat gaan we niet doen. Dat gaan we echt niet doen. Dat duurt echt scheid langer. Dat gaan we echt niet doen. Een beetje van Pokémon, want dit is verschrikkelijk. Dit heeft echt absoluut geen nut. Bulbasaur level 16, dat is nice. Voltorb, we gaan ook weer niet switchen. En we maken het af met een tackle. Defeated Super Nerd. Nice, nice, nice. We hebben een eerste evolutie, iedereen. Dit gaan we wel gewoon laten afspelen, gewoon omdat dit super nostalgisch is voor mij. En ik vind het echt nice. Ivysaur is echt een nice Pokémon. Bulbasaur evolved into Ivysaur. Super cool, super cool. Oké, hier ligt een item. Dit is een potion. Dat hebben we niet echt nodig. We zoeken eigenlijk vooral Moonstones. En ik weet dat er hier twee zijn, dus die zoeken we. Een rare candy is ook altijd nice, maar hebben we niet echt nodig. Ah, dat is terug zo'n bugkerel. Ah, dat sukt voor mijn Pikachu te doen. Gelukkig heeft hij maar drie Pokémon. En hebben wij natuurlijk onze Mighty Pidgey. Carapé? Nope, 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 nope. Een escape rope. Oddish. Oh fuck, dat is de plant Pokémon. Ik ga weer gewoon lekker switchen. Pikachu level 15. Bellsprout, nee, we blijven. Pidgey level 17, nice, nice, nice. Ik weet niet waar dat we hiermee uitkomen, dus dat moet ik nog ondervinden. Dat bedoel ik dus met die Zubat, ze zijn gewoon fucking overal, dus het is echt verschrikkelijk. Dit is onze eerste Team Rocket member dat wij passeren en het is precies of dat hij gewoon een Zubat heeft gevangen hier in de cave. Ekans, we gaan verwisselen met Ivysaur, gewoon omdat hij wat sterker is.
Ik heb geen idee wat dit is. Mega Punch. Mega Punch is een mega goede aanval. Ik kan die nu nog niet gebruiken, maar... Een Ether. Dit is een hidden item, by the way. Eindelijk onze Moonstone dat we moeten hebben. De volgende gast tegen wie dat we gaan vechten is... heeft Rock Pokémon, die heeft dus een Geodude. Nee. Ivysaur tegen Zubat gaan we niet doen, dat is verschrikkelijk. You're just a kid! I'll still kick your ass! Hiker. Die heeft gewoon 3 Geodudes, dus dat is heel simpel. Dat is gewoon Brock 2.0. Dat is gewoon Vine Whip the shit out of him. En een Onyx, het is precies echt Brock. Nu kunnen we onze Pokémon terug switchen. Ik ga terug Pikachu eerst zetten, gewoon voor de Zubats. Ik dacht dat hij in een potion lag, maar ik ben mis. Een Raticate, fuck. Dat is zuur. Paris. Ik weet, het gaat belachelijk klinken, maar we moeten echt gewoon een escape rope usen, want onze Pokémon zijn gewoon dood. Hetgeen dat een escape rope doet, voor mensen dat niet weten, dat brengt u terug naar het dichtstbijzijnde Pokémon Center. Ja, die Raticate, dat was even volledig onverwacht. Dat was holy shit, dat ding is sterk. Maar het is oké, we zijn al bekend terug op de plaats waar dat we waren. Dus het maakt niet zoveel uit. Trouwens, we gaan bijna onze fossil encounteren dat we hier vinden in Mount Moon. Op Facebook heeft iedereen gestemd dat we de Dome fossil gaan halen, wat Kabuto is, dus we gaan dat eigenlijk gewoon maar doen. Pikachu tegen Geodude gaan we niet doen. Dat is een ramp. Volg me ook allemaal op Facebook als je wilt. Dat is gewoon Tom's Retro Corner TRC _ live op mijn Facebook social. Daar post ik altijd op als ik live ga op Twitch. En daar post ik ook op nieuws over de video en zo. Dus. Paris Neon. Gras tegen Electric is echt een ramp. Pikachu heeft eindelijk een nieuwe aanval. Quick Attack. Nice. Zubat. Leech Life. Hey, stop! I found these fossils. They're both mine. Egoist. Voltorb, yes sir, gras tegen.
Oké, I'll share. Dus, Dome Fossil. Ja, dat is Kabuto. Yes, we hebben de Dome Fossil, boys. En hij pakt dan de Helix Fossil. Dat is Omanyte. Natuurlijk moesten we nog één fucking Zubat tegenkomen. Dat moest gewoon. Oké, iedereen. Dus we zijn nu officieel in Cerulean City beland. Mount Moon is voorbij, dus dat is super cool. Mount Moon is nog niet zo verschrikkelijk als de volgende berg waar dat we in moeten zijn. Maar daar hebben we Flash voor nodig en dat gaat nog wel even duren. Dus het volgende gaat Misty worden, maar dat zal voor een volgende episode zijn. Ik dank iedereen om te kijken. Sorry dat deze video een beetje langer duurt, maar ik wou Mount Moon echt volledig af hebben. Merci allemaal om te kijken en ik zie jullie graag in de volgende episode. Tot de goede dag, yo!